merkwaardig voor mij is hier zittend, dit allemaal horend. Dit is voor mij déjà vu. Tijdens de coronacrisis kregen jongeren het voortdurend te horen. Ze moesten solidair zijn met de ouderen. Maar wie hield de rekening met hen? Door de geschiedenis heen is het moeilijk gebleken om rekening te houden met jongere generaties. Ze kunnen op weinig solidariteit rekenen van de ouderen. En nog lastiger is het om rekening te houden met generaties die nog geboren moeten worden. Toekomstige generaties. Mensen met een negatieve leeftijd. En wellicht dat heeft heel erg te maken met onze eigen houding om veel op korte termijn te blijven denken in ons doen en laten, in de politieke beslissingen die we maken. En vanavond gaan we kijken of we ook op de lange termijn kunnen gaan denken. En als we ons los weten te wrikken van de tirannie van het korte termijn denken, misschien dat we dan zelfs gerechtigheid kunnen vinden tussen de generaties. Of ze nou al bestaan of niet. Het zou logisch zijn om vanavond in gesprek te gaan met die toekomstige generaties, maar u en ik weten, dat kan niet. Dus zullen we moeten stellen met mensen uit het nu. Maar we hebben een prachtige line-up voor u. We gaan in gesprek met een econoom, een filosoof, een erfrechtadvocaat, een kunstenaar, een planoloog en een jongerenvertegenwoordiger. Dus die gerechtigheid die gaan we wel vinden, denk ik zo. Later op de avond zal ik die uitgebreid aan u voorstellen. Maar eerst ga ik toch even naar u. Zaallicht, alstublieft. Want ik zou wel van u, het publiek, willen weten hoe er over die toekomst wordt nagedacht. Dus ik zou graag handjes willen zien. Wie is hier een beetje boos op de vorige generaties? Ja, nou, dat zijn best wel wat handjes. Tim, een van de programmamakers, Tim Dedel, de stagiair van de balie, die... Nee, handjes blijven laten zien, alsjeblieft. Tim, wil jij misschien een handje uitzoeken voor mij? Kijk, ben jij boos op de vorige generaties? Ja. En kun je me vertellen waarom? Omdat we hebben een klimaatcrisis, een wooncrisis, een stikstofcrisis. We komen om in de crisis. En diezelfde generaties, die dus voor mijn generatie zijn, die zijn nog steeds aan de macht en weigeren om daar fundamenteel iets aan te doen. Dus daar ben ik best wel boos over. Dus een deel van de mensen die crisis hebben veroorzaakt, zitten nog steeds aan de macht en verhelpen de oplossingen. Dat maakt jou boos. Ja. En mogen we nog even wat handjes zien? Dan wil ik er misschien nog iemand spreken. Tim? Wat maakt jou boos? Zoals al werd gezegd, klimaatcrisis. En in de westerse wereld heb je heel veel korte termijn denken. En dat is er eigenlijk nooit uitgekomen. Terwijl, ook al in mijn optiek doet Chinese politiek het helemaal niet goed. Wat zij wel onder de knie hebben, is het echt lange termijn nadenken. En een plan voor jaren en jaren en jaren. Dus ja, daarom ben ik boos. Ze hebben dat lange termijn denken wel onder de knie, maar bepaalde democratische principes die laten ze links liggen. Ja. Het korte termijn denken is wel iets wat jou nu boos stemt. Ja, zeker. Want nu begint het er wel begint de tijd wel te tikken. En nu wordt het wel heel krap. En ja. Misschien dachten ze dat in de jaren 70 ook wel, of tijdens de Koude Oorlog, dat het einde nabij was. Maar voor mij voelt het wel heel erg alsof... Toen was het een beetje 10 voor 12 en nu is het eigenlijk 3 voor 12. Of ja, precies. Een paar minuten over 12. Dankjewel. En dan een andere vraag. Wie hier ziet zichzelf dan wel als een goede voorouder? Ja, een hoop gelach. Dat duidt op een beetje ongemakkelijkheid misschien. Zijn er geen handen in de zaal? Wie ziet zich als een goede voorouder? Daar wordt heel voorzichtig, zit daar een goede voorouder. Nou, daar mogen we dan naartoe, Tim. Ja, in de coronatijd hadden we al zo'n hengel bij ons van... Maar die is een beetje uit. Ja, het voelt een beetje alsof je zeg maar heel moreel juist handelt dan. En dat durf ik mezelf niet toe te eigenen, dat ik een soort betere moraal of hoge moraal heb dan de meeste mensen hier in de zaal. Ja. Maar ik probeer daar in mijn werk wel veel rekening mee te houden. Dus ik hoop nieuwe toekomstdenkers op te kunnen leiden. Ja, dus je houdt je wel bezig met generaties die nog niet bestaan, met de acties die je nu maakt. Ja, en daar ook in het onderwijs wat ik verzorg, echt dat intergenerationele denken goed in te brengen, zodat de bestuurders van de toekomst dat ook goed kunnen doen. Ja.
Nou, we hebben een aantal dingen al gehoord, dankjewel. We komen hopelijk later bij jullie terug. We hebben intergenerationeel, dat woord is... dacht ik de eerste keer over struikelen, maar die is gelukkig al gevallen, dus dat hoeft niet meer. Goed om jullie boosheid te horen en wat jullie over dat voorouderschap zeggen. Voordat we naar dat lange termijn denken gaan, voordat we gaan onderzoeken of dat een mogelijkheid is en of daar misschien heil in schuilt, gaan we ons eerst nog even vastbijten in de realiteit van dat korte termijn denken. Want de realiteit, weten we, die is weerbarstig. En om dat te doen, vraag ik alvast graag Bas Heerma van Vos naar voren. Bas die is econoom bij de Nederlandse Bank, werkte eerder bij verschillende ministeries, economische zaken en... economische zaken en klimaat, dat is toch één ministerie. Helaas, misschien. had hij dat misschien? Nee. En nu schrijft hij een proefschrift aan de Radboud Universiteit over hoe staten om kunnen gaan met grote maatschappelijke risico's die spelen op de lange termijn. Maar Bas, dat kan je vast beter vertellen dan ik. Of jij de avond voor ons zou willen aftrappen, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dat doe ik heel graag. Ik hoop dat ik zo goed te horen ben. Inderdaad, Bas Heerma van Vos. Ik heb bij Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken aan energie- en klimaatbeleid gewerkt. Voel me ook wel onderdeel van de boze generatie, dus maak je geen zorgen. Het is niet dat dat mij geheel vreemd is, zal ik maar zeggen. En ik heb daar 4-5 jaar als beleidsmedewerker klimaat gewerkt. Ik heb daarna in de COVID-tijden heb ik me ook in de COVID-diensten van de Rijksoverheid bewogen. En daaruit is eigenlijk het onderwerp van mijn proefschrift voortgekomen. Want ik zag wel heel veel gelijkenis tussen de moeilijkheden die staten hadden om te gaan met een pandemie en de moeilijkheden die ze ervaren bij het omgaan met klimaatverandering. En ik ging een beetje bij mezelf denken van ja, waar zit nou die overlap in? En is er ook iets wat we daaraan kunnen doen? Dus vandaar de vraag van mijn proefschrift, lange termijn veiligheid. En wat doen staten eigenlijk? Nou, als je het hebt over lange termijn problemen, dan is klimaatverandering iets wat al heel snel bij mensen naar voren komt. En hier is een van de eerste momenten dat dit echt groot breed werd opgepakt in het nieuws. Dus we hebben hier een oud krantenartikel. En dat gaat eigenlijk over de toename van kolencentrales en de CO2-uitstoot in de wereld. En daar maakten mensen zich toen heel veel zorgen om. Een gokje vanuit de zaal. Welk jaar hebben we het hier over? Ik zie daar een hand. Je weet het zelfs. Nou, dat moet je misschien niet verklappen. Dat zeg maar. 1927 hoor ik hier, flink vroeg. Is er iemand die denkt dat het later was? Iemand die denkt dat het vroeger was? Nee, je zat er niet zo ver vanaf. Het is 1912. Meer dan een eeuw geleden was het de eerste wetenschappelijke modellen die klimaatverandering aantonen. En was dat ook gewoon in het nieuws. Hè? Het werd ook opgepikt. En misschien moeten we ons zorgen maken dat er iets aan de hand is als het dan meer dan een eeuw duurt voordat we in actie komen met elkaar. Misschien hebben we dan niet de juiste instituties. En ja, daar zit natuurlijk wel een overlap met een pandemie. Dit kunt u niet lezen. maar wat hier staat zijn uitspraken van grote internationale instituten in de afgelopen jaren. De World Health Organization is er eentje, maar zo zijn er een heel aantal die aankondigen dat er een pandemie op een gegeven moment ons zal treffen. Dat er geen enkel land is voorbereid. Dat we hier enorme schade aan gaan ondervinden met elkaar. Dat er makkelijk stappen kunnen zijn die we met elkaar kunnen nemen om daar wat aan te doen. En dat is niet, ik benadruk het even. Ik zou altijd kunnen zeggen, ja, achteraf is makkelijk lullen. Je kunt altijd wel dat soort uitspraken vinden. Maar dit is echt iets wat breed door de academische wereld zo werd aangekondigd in die jaren. En we hebben er niet zoveel mee gedaan. En dat roept toch wel de vraag op van hoe kan dat nou? Wat gebeurt er nou? En staten kunnen hele ingewikkelde dingen. We kunnen mensen op de maan zetten, zullen we maar zeggen. Dus waarom lukt het ons niet om dingen die zo duidelijk zijn vooraf goed met elkaar te regelen? Nou, dat is de inspiratie voor onderzoek dat ik doe. En dat onderzoek dat richt zich eigenlijk op 3 niveaus waarop dat probleem zich manifesteert. En het eerste niveau dat ik daaruit zou willen liggen is het probleem van ons eigen hoofd. Ik ben niet meer zo heel gezellig aan etentjes tegenwoordig, want ik heb het graag over het einde van de wereld. Daar lees ik dan boeken over en dat zit dan in mijn hoofd als ik ergens aankom. Maar ik merk heel vaak als ik dan met mensen daarover spreek, dat mensen een beetje giebelig worden als je over zo'n onderwerp bevindt. En ook dat mensen heel veel moeite hebben om zich de meest duidelijke academische inzichten zich eigen te maken. Hoe ziet onze wereld eruit over 40 of 50 jaar? Dat is niet iets waar we graag over nadenken. En ook als we nadenken over risico's, dingen die ons mogelijk
mogelijk gaan overkomen, dan merk je dat ons hoofd al heel snel tegen problemen aanloopt. Nou, dat heeft iedereen. En dat zijn cognitive biases die ons verhinderen om in dat kader duidelijk te denken. En daar kun je iets mee. Er zijn oplossingen voor. Als we weten dat we systematisch fout denken, kunnen we daar wat aan doen. Nou, het tweede probleem is dat van de staat. De staat, dat is waar meestal naar verwezen wordt in het geval van deze problematiek, die heeft een cyclus van 4 jaar, in ieder geval in westerse democratieën. Nou, voorbij die 4 jaar kijken, dat is bijzonder ingewikkeld voor veel staten. En lange termijn beleid maken, al zou het in ons hoofd helemaal makkelijk zijn, zou dus ook door de manier waarop de staat hebben ingericht heel ingewikkeld worden. En het derde probleem is dat veel van die problemen eigenlijk super internationale problemen zijn. Dus het vereist samenwerking en daar zijn landen nou helemaal niet in het bijzonder heel erg goed in. Maar er zijn wel voorbeelden van hoe dat beter kan en organisaties die het beter geregeld hebben dan bijvoorbeeld hoe we nu het Klimaatakkoord van Parijs met elkaar geregeld hebben. Dan bijvoorbeeld hoe we nu de World Health Organization ingericht hebben. Dus daar zouden we met elkaar over na kunnen denken. Het is niet een onmogelijkheid. We hebben wel moeilijkere dingen met elkaar gedaan. Ik heb een paar voorbeelden. Ik hoop dat dit enigszins leesbaar is. Over de rare dingen die we met elkaar doen, omdat we die dingen niet goed ingeregeld hebben. En het grafiekje dat jullie hier zien, waarvan vermoed ik 2 mensen in dezelfde titel kunnen lezen, gaat over terrorisme. Het gaat over wat de Amerikaanse staat uitgeeft aan contraterrorisme. En helemaal aan de linkerkant hebben we het jaar 2001. En daarna zie je dus uitgaven per jaar oplopen. Dus in 2001 gaf de staat van de VS gaf $16 miljard uit aan contraterrorisme. En in 2008 was dat $256 miljard. En ik hoef jullie niet uit te leggen waarom. 256 miljard is ongeveer een kwart tot een derde van de Nederlandse economie, zeg maar. En ik hoef jullie niet uit te leggen waarom de Amerikaanse staat dat deed. Iedereen had dat beeld in het hoofd zitten. Maar was het risico in 2008 dan echt zo anders dan in 1998 of 1999? Als je kijkt naar de wereldwijde doden die door terrorisme komen, dat getal blijft ongeveer gelijk door de tijd heen. Dus die risico's die waren misschien niet zo heel veel groter, maar we waren wel met elkaar enorm geschrokken en daardoor bouwden we het op. Maar dat duurt ook niet meer oneindig lang. En je ziet al in de afgelopen 15 jaar zie je die uitgaven zie je weer enorm afnemen. En dat zag je niet alleen in de VS. Ik heb nu geen tijd om al die landen te laten zien, maar andere landen hebben ditzelfde patroon doorlopen. Na 2001 geven we in één keer heel veel geld eruit en daarna na een tijdje vergeten we risico's weer en lopen ze af. En dat is iets wat je de hele tijd ziet gebeuren. Dit wat je hier ziet, is dat rode lijntje, is de totale hoeveelheid geproduceerde nucleaire energie wereldwijd. En die enorme breuk daar in het midden, dat is 2011. En dat is het jaar dat in Fukushima in Japan een kerncentrale overstroomde naar aanleiding van een tsunami. Toen schrokken we even heel erg met elkaar en zetten we alle nucleaire installaties uit. Nou, dat heeft in Japan alleen al duizenden doden tot gevolg gehad, omdat de elektriciteitsprijzen veel hoger werden. Mensen hun huizen slechter verwarmden en daardoor ouderen allemaal kwamen te overlijden. Maar na een tijdje zie je dat we het toch allemaal niet meer zo eng vonden. En wat gebeurt hier nou? Zit hier nou een verandering in het onderliggend risico? Ik zou beargumenteren van niet. We schrikken heel erg en daarna het beeld zit even heel erg in ons hoofd. En daarna vergeten we risico's weer en geven we ze weer door aan de toekomst, om in het thema van vanavond wel een beetje te blijven praten. Nou, dit is hetzelfde plaatje waar je de nucleaire energie die wereldwijd in verschillende regio's gebruikt wordt kunt zien. Zouden jullie het hebben kunnen zien? Dan zie je dat daar Fukushima is dat grote rondje, zeg maar. En eerder zie je hetzelfde effect naar Chernobyl en naar Three Mile Island. We leren de les wel, maar we leren hem alleen maar heel lokaal. Dus alleen als er een ramp is in jouw deel van de wereld, dan zet je de kerncentrales even uit. En daarna vergeten we hem na een aantal jaar ook weer. Dat is eigenlijk kort de samenvatting van deze plaatjes. En misschien is dat niet nodig. Misschien kunnen we ook langetermijnbeleid voeren. Dat structureel kijkt naar risico's. Dat risico's serieuzer neemt. En nadenkt over wat ons over 40 of 50 jaar zou kunnen overkomen. En daarvoor nu gewoon zinnige stappen zet. Maar we doen het in ieder geval niet. En dat leidt tot enorme onnodige kosten in onze maatschappij. En ik vind het interessant en ook wel enigszins verbijsterend dat we het zo geregeld hebben met elkaar. Zijn er dan helemaal geen oplossingen? Jawel, die zijn eigenlijk ook nog niet zo eens zo heel erg ingewikkeld misschien. En ik hoop dat we daar vanavond wat meer met elkaar over kunnen praten. Maar in ieder geval zou je in 2 hoeken voor het veiligheidsprobleem dan kunnen zoeken. En die instituties, dat is iets dat ook in andere thema's die gaan over solidariteit met de toekomst zal terugkomen. Hè? Stel dat je een democratisch systeem zoals we het hebben ingericht met elkaar niet geschikt vindt voor het oplossen van dit soort problemen.
Dan zou je kunnen denken aan alternatieven. En een alternatief is technocratie. Iemand haalde China aan daarachter. Dat vond ik een heel interessante. Daar is vanwege de beperkte druk van een parlement. Ik geloof dat het Chinese parlement 1 keer in de geschiedenis tegen een wet heeft gestemd of zo. Is er een ruimte om vooruit te denken die we misschien niet ervaren met elkaar. Maar dat doen we in het Westen soms ook. Dus centrale banken zijn gewoon ontstaan uit de gedachte dat je niet aan de politiek moet overlaten om geld bij te drukken. We hebben ook dingen technocratisch weggeorganiseerd van het parlement. Een hele andere richting op zijn burgerraden. Dat is een alternatief nu wat heel populair is. Maar waar je ook kunt zeggen, van daar hebben we het met elkaar op een andere manier geregeld. En daardoor ontstaan er niet die enorme prikkels om de hele tijd dat korte termijn denken te herhalen. Nou, ik denk dat iets is wat je in de komende jaren steeds meer zal gaan zien. Maar er zijn ook incrementele oplossingen die we gewoon rechtstreeks in het huidige systeem zouden kunnen pluggen. Dus je hebt iets wat nu populair is internationaal, is een vertegenwoordiger van de toekomst ergens in het parlement. En dat zie je op verschillende manieren terugkomen als ombudsman of als commissaris voor de toekomst. Of daar aparte groepen voor in het parlement. Nee, dat is een hele reeks instituties waar je aan zou kunnen denken. Maar iets anders wat we zouden kunnen verzinnen met elkaar is, hoe richten we de samenleving nou weerbaarder in? Want die instituties die gaan alleen werken als we weten welk probleem er op de lange termijn op ons afkomt. En misschien weten we dat niet. Misschien is de volgende grote ramp iets wat we totaal niet hadden kunnen voorspellen of hadden kunnen zien aankomen. Maar dan wil je er wel zo goed mogelijk voor staan als land. En voor een deel doen we dat automatisch, want welvaart is weerbaarheid. Dus als jij gezond bent, als jij hoogopgeleid bent, Als jij een goede familie om je heen hebt, als je materieel rijk bent, al die dingen die we onder welvaart verstaan, dan ben je waarschijnlijk ook weerbaar tegen een ramp. Maar er zijn ook andere dingen, andere manieren van kijken die veel minder normaal terugkomen in de politiek. Dus we weten uit de ecologie uitstekend waarom sommige systemen het beter doen dan anderen. Om een voorbeeld te geven. Grote groepen dieren die van elkaar gescheiden leven, daarvan is de kans groter dat ze tot in de toekomst zullen overleven. Omdat ze niet elk virus bijvoorbeeld aan elkaar doorgeven. Of als je van verschillende voedselbronnen kunt overleven, ben je minder kwetsbaar dan wanneer je van één voedselbron overleeft. Nou, die manier van kijken zou je ook naar menselijke systemen kunnen brengen. Dus je zou je kunnen afvragen, hebben we het energiesysteem, dat heel centraal is en heel afhankelijk is, nu goed met elkaar ingericht? Hebben we het zorgsysteem goed met elkaar ingericht? Zijn we in ons voedselsysteem niet te afhankelijk van centrale punten waar het fout zou kunnen gaan? En die blik van kijken naar weerbaarheid van ecologische systemen en dat op samenlevingen toepassen, kan ons dus op hele nieuwe ideeën brengen. En tot slot is het misschien de categorie buitenkantjes. Er zijn allerlei dingen die we niet doen, waarvan je straks, als we toch een klap hebben meegemaakt, waardoor we in 1 keer 3/4 van onze welvaart kwijtraken, zou willen dat je ze hebt gedaan. Waarom bouwen we niet nu de plannen om in de toekomst snel een industriële samenleving te kunnen opbouwen? Waarom maken we die niet nu? Waarom zorgen we niet dat we daarvoor de juiste grondstoffen beschikbaar hebben? Waarom zorgen we niet voor, het aanleggen van zadenbanken bijvoorbeeld, op plekken waar die toegankelijk zijn voor allerlei mensen, zodat we ook de ramp die we nog niet kunnen voorspellen op dit moment in de toekomst goed kunnen overleven? Nou, in vogelvlucht hoop ik dat ik jullie zo heel snel wat heb kunnen vertellen over waar mijn onderzoek over gaat en wat we zouden kunnen doen om in de toekomst onszelf ietsje weerbaarder in te richten tegen de toekomstige ramp. Dankjewel. Dankjewel Bas voor die vogelvlucht. En ik ben in ieder geval heel blij om in ieder geval één iemand zo een perspectief op de lange termijn te horen geven. En je deed al wat luiken open voor oplossingen waar we het later over gaan hebben. Ik wil nu twee mensen naar voren vragen om door te praten. Dat is ten eerste Sarah Oei. Zij is VN-jongerenvertegenwoordiger. Duurzame ontwikkeling bij de Nationale Jeugdraad, ook wel de NJR. En ik zou graag Matthijs Schouten ook naar voren willen vragen. Ecoloog, filosoof, schreef meerdere boeken. Hij is ook vaak op televisie geweest. Hij is hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork in Ierland. En emeritus hoogleraar ecologie van natuurherstel bij de Universiteit Wageningen. Welkom jullie beiden. En ik dacht, dan laten we die laatste stoel leeg voor de toekomstige generatie. Ja, goed idee. Ja. We kijken hoe ver we komen. En zonder onbeleefd te zijn, het valt mij op, en misschien ook andere mensen in de zaal, dat jullie een andere leeftijd hebben. Dus we kunnen met jullie mooi een intergenerationeel gesprek voeren. En Sarah, ik wil even bij jou beginnen. Zo naar Bas luisterend.
Mm-hmm. Wat herken jij terug van dat korte termijn denken in het werk wat jij doet? Ik herken dat heel erg in de angst vanuit jongeren. Mm-hmm. Dus wat je nu heel erg onder jongeren ziet, is wat ik merk tijdens gastlessen geven. Want als jongerenvertegenwoordigers geven wij gastlessen, geven we workshops op middelbare scholen. En wat je heel erg terugziet, is dat zij eigenlijk heel veel angst hebben voor die anderhalve graad. Dat we dat eigenlijk gewoon niet gaan halen. En afgelopen week hebben we natuurlijk ook gezien dat wetenschappers hebben verklaard dat we de Parijs klimaatdoelen ook eigenlijk waarschijnlijk niet gaan halen. We allemaal een pushbericht over, geloof ik. Precies, ja, ja, ja. Dus die angst leeft heel erg. En er is een mooie quote van Roman Krishner. Ik zie je boek hier ook al liggen. En die zegt eigenlijk dat we de toekomst aan het koloniseren zijn. Ja. En ik denk dat is ook de angst die ik terugzie eigenlijk in het verhaal. Maar wat je ook merkt onder jongeren, is dat de toekomst eigenlijk niet heel rooskleurig is. En dat ook hun toekomst eigenlijk wordt beïnvloed door, door korte termijn denken. Ja, en, even één stap terug. Jij bent als VN-jongerenvertegenwoordiger, jij gaat dus langs bij jongeren met ze in gesprek. Ik hoor net dat je bij klassen langs gaat. En dan speel je die zorgen of dan vertaal je die verhalen door naar instituties van de Verenigde Naties. Ja, klopt. Ja. En dan is een grote zorg die jij hoort, is dus dat gebrek aan lange termijn denken. Ja. En de zorg dat we die anderhalve graad niet halen. Ja, want wat zij heel erg uitspreken is dat je natuurlijk als toekomstige generatie, en eigenlijk merken we dat nu ook al in mijn generatie en de generatie van mijn zusje, die zit hier ook in de zaal. Dat je eigenlijk als toekomstige generatie geen rechten hebt. En je hebt geen stem. Toekomstige generaties kunnen niet protesteren. Die hebben geen stoel aan tafel. En daarom is het heel mooi dat deze stoel nu leeg is om er toch over na te denken. En dat is de angst die ze voelen. Ja. En dat is heel triest, want ik geef ook op basisscholen gastlessen. En daar ben ik vanochtend ook geweest. En daar zeggen kinderen ook gewoon van, ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit of ik politieagent wil worden of dat ik dokter wil worden, want misschien heb ik geen toekomst meer. Dus dat is een soort van meer een crisis van machteloosheid misschien die nu. Ja, ja. Hou dit vast. Ja, goed. Matthijs Schouten. De generatie waar jullie boos op zijn. Ja, misschien daar maar meteen beginnen. Voel jij je wel eens als onderdeel van de oudere generatie, voel jij je wel eens schuldig? Ja, zeker. Het merkwaardige van mij is hier zittend, dit allemaal horend. Dit is voor mij déjà vu. Ja. Dit hele discours heb ik misschien wat minder met klimaat, maar wel rond milieu, biodiversiteit, whatever, sociale ongelijkheid, al meegemaakt in de jaren 60, 70. Ja. Ik ging studeren in 1969 en op maandagochtend 8:50 in de college zat als eerste jaar bioloog, kwam een professor binnen en daar hoorde ik de eerste zin in de heilige hallen van de academia. En die professor zei, dames en heren studenten, we moeten zich realiseren dat we aangekomen zijn in een mondiale ecologische crisis. En dat was dus in 1969. Dat was 3 jaar... Voor de Club van Rome. Ja, in 1962 had Rachel Carson Silent Spring geschreven, wat een enorme indruk gemaakt heeft. 1972 kwam 1962 Carson, 1972 Club van Rome. En mijn hele studietijd, en mijn hele tijd naar, laat ik zeggen, l'âge de raison, was één groot discours over de toekomst. Ja. En hoe wij met elkaar in de wereld enzovoort moesten omgaan. Een discours dat op allerlei niveaus gevoerd werd. Diep gevoerd, essentieel gevoerd. Dat ging zo ver dat in de jaren 70, eind jaren 70 en de jaren 80, er geen politieke partij in Nederland was die niet groen was. Ja. Zoals de meest rechtse partijen hadden groene randjes. Want je kon niet meer normaal in deze wereld staan als je niet de verantwoordelijkheid voor de toekomst meedroeg. Maar dit klinkt haast alsof destijds misschien de urgentie breder gedragen werd. Ja, nou, wat er gebeurd is, en daar zit, ik heb dus erg meegewerkt in dat discours, dat was ook deel van, daarnaast dus ook filosofie gaan studeren om beter, hoe moet ik dat zeggen, gebekt de wereld in te kunnen gaan over dit hele gesprek. Nou, dat is gelukt. En daarna hebben we het ons laten ontglippen. Ja. Toen is er dus iets gebeurd, wat Bas ook aangaf. Grote urgentie werd gezien, we zagen grote crisis, uitstervende soorten. Nou, dat is even, toen hebben we het ons laten ontglippen. Dus de curve van Bas. De curve van Bas klopt, maar er is één ding wat ik daar aan wil toevoegen, dat ontbrak voor mij in het hele verhaal. We laten het ons steeds ontglippen in ons korte termijn denken, maar we laten het ons ook ontglippen, daarom is het zo fantastisch dat we dit gesprek hier nu weer voeren, in onze cirkel van betrokkenheid. Okay. Het kan ons alleen maar ontglippen, zelfs als we met korte termijn denken, als we onze cirkel van betrokkenheid klein maken. Zodra je, Wat bedoel je precies met Ik bedoel te zeggen, kijk, die stoel is voor mij de stoel van de aarde. Niet alleen voor de
toekomstige generaties. Dit is de toekomst voor alle leven. Hè? En dat hebben wij in handen. Het gaat niet alleen om menselijke toekomst. Doe je dat met die cirkel van betrokkenheid? Ja, de cirkel van betrokkenheid is je eigen stam, je eigen staat, je eigen volk, je eigen land, je eigen ras, of je hele mens en je eigen soort, of alle soort. Hele gemeenschap van leven. En zolang de cirkel van betrokkenheid. Kijk, als je gaat reageren uit angst. Hè, wordt het heel erg op jezelf betrokken. Wordt je cirkel ook klein. Ja. Als je dat niet kunt vertalen naar een empathisch betrokkenheid bij de grotere gemeenschap. Ebt het weer weg. Want dan is het gevaar dat toch niet. Morgen gaat de zon nog op. Ik begin me eigenlijk zorgen te maken. Dan. Is het dan de juiste vraag, korte termijn, lange termijn? Of gaat het die moeten we zeker hebben, want ik denk dat wij mensen zijn heel moeilijk in staat in lange termijn te denken, omdat we heel erg in korte termijn onze levenservaring bakenen. Je moet dus kunnen abstraheren om lange termijn te kunnen denken. Ze hebben niet zo goed in. Maar tegelijkertijd is voor mij ook het essentiële uitgangspunt nu. Wij zullen ons betrokken moeten gaan voelen. Kijk, zodra je spreekt over intergenerationeel, lastig woord. Is dus je betrokkenheid verder dan alleen de huidige generatie? Stap 1. Stap 1 en verder naar de grote gemeenschap van leven. Want daar zijn we deel van. En die draagt toch wel alle toekomstige generaties. Dat zijn dan grotere ecologische systemen, niet mensen, niet alle leven. Alle medebewoners van deze planeet. Oké. En dat zeggen jongeren dus ook. Precies. En hoe zeggen ze dat? Nou, die zeggen eigenlijk dat ze het gevoel tussen, of de connectie tussen mens en natuur verliezen. Ja. En dat is heel zorgelijk. En, dat is niet een oplossing, ga maar eens een keer naar het bos en ga maar door de bomen lopen. Nee. Het is eigenlijk dat je, en dat zei toevallig een jongetje uit groep 6 vanochtend ook tegen mij, we moeten met z'n allen eigenlijk van de natuur afblijven. En je moet stoppen met eigenlijk de mens constant aan de top van een piramide zetten. Ja, als de kroon van de schepping. Als de kroon van, ja. En dat is eigenlijk zo'n misvatting die we als mens ook hebben, dat we altijd maar boven de rest staan. Ja. En dat staat een beetje los van de korte termijn en lange termijn discussie. Maar dat is wel een probleem wat ook uitgesproken moet worden. En als jij naar dat kind uit 6 luistert en je vertaalt het naar jezelf, waar vinden jullie samen dan dat mens zich wel moet positioneren? Nou, eigenlijk dus als onderdeel van een cirkel. Mm. Iedereen valt binnen een bepaalde. Eigenlijk is dat precies wat Matthijs net aangaf. Ja. De mens moet zich eigenlijk op dezelfde golflengte gaan plaatsen als de biodiversiteit, natuur, dieren, noem het maar op. Ja. En dat gebeurt nu niet. Interessant, want wij hebben dus de definitie van duurzaamheid nog even opgesnort. Ja. En die kan ook in beeld verschijnen. Het Brundtland-rapport, neem ik aan. Ja, ja. Uit het Brundtland-rapport. En die kwamen ook al in de tekst van een latere spreker tegen. Maar die is, nou ja, die kan dus niemand lezen. Daar kwam Bas ook al achter. Ik lees hem graag voor u voor. Luidt als volgt. Duurzaamheid is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen. Ja. Is niet compleet. Nee, want tenzij je generaties van alle levende wezens zou zeggen. Ja. Dat is heel antropocentrisch, gericht op alleen de homo sapiens. Oké, en de route naar ecocentrisme, als we het even noemen, het omgekeerde van antropocentrisme. Ja. Ja. Hoe ziet die route eruit? Nou ja, weet je wat ik fascinerend vind in dit gesprek hier vanavond? Hè? Dit is allemaal bedacht. Daar hadden wij het in de jaren 60, 70 ook over. En toen zei ik, we hebben het ons laten ontglippen. Het is eigenlijk een herhaling van. Het is een herhaling van zetten. En we hebben het ons laten ontglippen om twee redenen. Eerst maar dachten we, nou, het is nu klaar. Iedereen heeft begrepen, iedereen heeft het gezien. Hè? De hele politiek dacht mee. In 1990 hebben wij het meest revolutionaire natuurbeleidsplan gepresenteerd. Nationaal natuurbeleidsplan dat ooit in de wereld gepresenteerd is. Met een offensieve strategie, ecologische hoofdstuk. We gingen alles doen wat we moesten doen. En daar stond zelfs expliciet in. Niet alleen omdat de natuur van belang is voor de mens, maar ook om de intrinsieke waarde van de natuur zelf. Fijn. Toen dachten we dat alles geregeld was. Toen hebben we even niet meer goed gekeken. En toen kwam er achter ons Ayn Rand, neoliberalisme, Thatcherisme, ga zo maar door. En dit alles is gewoon gehijacked, letterlijk gehijacked door brood en spelen. He, ja. door geef ze allemaal speeltjes, laat ze veel consumeren, dan zijn ze even stil. En ondertussen is dat allemaal gewoon weggehaald. Dus het zo zorgvuldig opgebouwde discours is door het neoliberalisme afgebroken. En ik zou dus deze generatie willen aanraden. In de eerste plaats, blijf wakker. Laat niks hijjacken door jonge mannen en vrouwen in maatpakken en puntschoenen. Want daar gaan we dan weer. Punt 1. En punt 2, laat het niet eindigen in prachtige ideologische visies die we allemaal heel rationeel en verstandig vinden, gaat ook
in de wereld zetten en voelen en ervaren. Dat hebben we dus ook te weinig gedaan. Okay. Prachtige ideologieën bedacht. En daarna dachten we, nou, dat gaat wel geregeld worden. En we hebben niet laten afdalen naar wat Heidegger zou noemen ons in de wereld zijn. He, onze werkelijke essentiële aanwezigheid en onze betrekkingen met de wereld. Het bleven prachtige ideeën. Nou ja, en dan ben je even bang en dan hebt het weer weg en dan gaan we weer verder. Dat is denk ik wel het probleem voor kort termijn, denk ik. Precies. Want we zijn er wel in geslaagd om een heel goed pensioenennetwerk op te stellen. Ja. Mm-hmm. We weten precies al over 80 jaar, dan ontvang ik x aantal bedrag. En we hebben die zaadbanken in Zweden. Precies, ja. We weten heel goed van, nou, pensioen is heel goed geregeld wereldwijd. Alleen we slagen er dus niet om eigenlijk hetzelfde te doen voor klimaat. Maar wat staat jou dan te wachten? Want ik luister naar Matthijs en hij zegt ook, het is een herhaling van zetten. We hebben dit discours al een keer eerder opgebouwd. Wat staat jou dan te doen om dat dit keer voor eens voor altijd goed te doen? Nou, ik denk dat er namens alle jongeren wereldwijd. Ja, dat is lastig. Maar ik denk dat er meerdere dingen nodig zijn. Want wij als jongerenvertegenwoordigers zijn nu bezig met de generatietoets. En dat is heel hard werken. En dat is ook niet alleen door jongerenvertegenwoordigers in gang gezet, maar ook door de SER. Wat is dat precies, generatietoets? De generatietoets is eigenlijk dat je dus beleid toetst op verschillende generaties. Oh ja. En het is nog niet heel populair. Er moet nog heel veel gedaan worden om dit echt te implementeren. En we zijn nu ook bezig om op VN-niveau dit aan de kaart te stellen. Dus over 2 weken reizen we ook af naar New York om dit echt wel op de agenda te zetten. Om zo wereldwijd. Ja. Maar om wel wereldwijd dus ook, namens dus alle jongeren, want dit is een breed gedragen jongereninitiatief, om eigenlijk dit wel landelijk, nationaal, internationaal op de agenda te zetten. Dat internationaal beleid altijd getoetst wordt op verschillende generaties. En ook op de generatie van hij zei die. Ja, ook. Ja. Dus het gaat niet, wat ons betreft, gaat het niet over 20, 30, 40 jaar, maar eigenlijk 100 jaar. En zijn dan de rechten van de lege stoel, wegen die net zo zwaar mee als de rechten wat ons belang, in ons belang wel. Dat is in de generatietoets. Ja. Maar dat is dus nu nog heel erg lastig. Welke, moet je me even vertellen wie er op de lege stoel zit? De toekomstige generatie? Ja. Menselijke toekomstige generatie? Alles. Of? Ah ja, dat is. Dat vind ik nog een belangrijke vraag. Ja, je hebt het is de stoel nu aangepast, natuurlijk nog wel lastig. Want je hebt, dat weten we in Nederland natuurlijk altijd goed. Je hebt een 4 jaar dat een kabinet aan de macht is. Het is zo moeilijk om als kabinet maatregelen in te stellen die op de lange termijn ook houdbaar zijn. Want daar voelen de kiezers niks van. Die denken, het maakt me niet zo heel veel uit dat ik over 20, 30 jaar dan eindelijk een keer profijt heb van nog, bepaalde maatregelen. Generaties vinden het al heel moeilijk. Precies. Moeders zijn nu op dit moment op de exact. Iets wat en zij kunnen ook niet overzien dat dat dus eigenlijk op de lange termijn alleen maar voordelen met zich meebrengt. En die kunnen alleen maar op het nu focussen. En dat heeft natuurlijk. Maar mag ik hier nog één ding aan toevoegen dan vanuit de déjà vu ervaring? Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik dat een deel van het hele gesprek moet blijven. Wat is menselijke waarde, waardigheid en welzijn? Het gaat niet alleen over of de toekomende generaties nog voldoende grondstoffen hebben of enzovoort. Ja, aardig. Maar ik denk dat het discours gedragen moet worden over wat voor soort wezens willen we zijn. Er werd in de jaren 70, 4 jaar na het rapport van Club van Rome, schreef een Amerikaanse politicoloog, Linton Caldwell, te denken dat de environmental crisis, zo noemde hij dat, te maken heeft met door de mensgemaakte lelijkheid, uitstervende soorten en giffen in de atmosfeer, whatever, is de grootste misvatting die er maar kan zijn. Die zijn er deel van. Maar in diepste zin is environmental crisis een crisis of mind and soul. En heeft te maken met geest en ziel. Ja, geest en ziel heeft te maken met de vraag wie wij denken als mensen te zijn op deze planeet en met wat we zullen moeten worden om een duurzame toekomst te creëren voor onszelf en de rest van de gemeenschap van leven. Eigenlijk zeg je, wie denken we wel niet dat we zijn? Precies. Dat is de vraag die we dus steeds moeten stellen. En het trieste is dat die vraag zijn we vanaf de jaren 90 af gaan serveren. Dat doe je dan maar het weekend in de kerk. Geen ideologische veer in de politiek, zei meneer de Kok. Hè? Ja. Zelfs geen socialistische ideologische veer. Alle ideologische veer weg, daar gaan we niet van nadenken. Dat is privé. Die leidt af. Wij gaan nog managen. En zo kregen we het kabinet van managers. Manager voor de 4 jaar. Wat je nu continu ziet gebeuren ook rond de stikstofcrisis. En de vraag, wie willen we nou eigenlijk zijn? Wat is moreel verantwoord? Hoe willen we een toekomst creëren van welzijn waarin verschillende generaties en de komende generaties en de generaties van niet-mensen op deze planeet een plek hebben? Die vraag stellen we überhaupt niet meer. In die vraag zit ook verstopt, als wij weten
wie of wat we zijn, dan weten we ook wat onze plek misschien is. En dan gaan we dat denk ik ook naar handelen. En dan, is dat dan het advies wat je zou willen meegeven aan Sarah? Intergenerationele gesprek? Absoluut. Maak het een gesprek over de essentie van welzijn. En van dus waardigheid en waarde. Ja. Simpele taak om achter te komen wie of wat de mens is eigenlijk. Ja, nou, ik heb onlangs een opiniestuk geschreven in het AD over dat eigenlijk de mens in crisis is. Dat we eigenlijk ons niet meer echt weten wat onze plek hier is. Ja. En dat is eigenlijk precies wat Matthijs net zei. Dus dan is het niet een biodiversiteitscrisis, niet een stikstofcrisis, niet een klimaatcrisis. Nee, het is een crisis een crisis van de mensheid. Ja. We weten onze plek niet meer. En ik denk dat dat ook zorgt dat we geen plek maken voor het klimaat. We maken geen plek voor toekomstige generaties. We maken geen plek voor jongeren. En ik denk juist dat jongeren die crisis wel kunnen verlichten. Omdat jongeren nog niet vastzitten aan allerlei belangen. Vooral in de politiek is dat natuurlijk een heel groot probleem. Dus ik heb toen in dat opiniestuk ook geschreven dat we onszelf eigenlijk eens heel goed in de spiegel moeten gaan aankijken. Ja, en hebben we eigenlijk wel tijd om ons in de spiegel te kijken? Hebben we wel tijd om achter te komen wie of wat we zijn als... Ja, als ik de tijd dringt. Dat is altijd volgens NOS-pushberichten misschien al 3:12 is. Ja, maar dit is misschien heel pessimistisch. Maar soms denk ik ook wel eens van... misschien moet de mensheid er ook maar gewoon dan onder lijden. En dan is het eigenlijk onze eigen fout geweest dat we het niet eerder hebben gezien. En het klinkt even heel radicaal, hoor. Maar dat is soms wel wat je... Een beetje zondvloedachtig. Ja, nee, maar dat is soms wel wat je denkt. Want als je zelf een probleem hebt veroorzaakt... dan moet je zelf ook maar de gevolgen ondergaan. Ja. En dat is, ik vind alsnog dat we ons heel erg in de spiegel moeten gaan aankijken, hoor. Okay, maar als ik jou nou eens vraag in de spiegel te kijken, maar in die kamer... en dan bijvoorbeeld... Hè, want dit programma gaat natuurlijk nog jaren en jaren teruggekeken worden. Stel, toekomstige generaties kijken mee. Wat zou je dan... nu tegen willen zeggen? Dat vind ik een lastige vraag. Want ik denk dan niet dat het aan mij is om iets te zeggen. Ik denk dat het aan hun is om iets te zeggen. Zij hebben die stem. Dus ik wil dat niet voor hun invullen. En zou je ze dan... waar zou je hopen dat ze zijn met die... hoop je voor ze? Wat geeft jou hoop voor ze? Nou, daarom doe ik nu ook dit werk. Ik wil heel graag dat de planeet leefbaar blijft voor ook die generaties. Dus als zij dit over 20, 30 jaar terugkijken, hoop ik dat dat is gelukt. Ja. Matthijs, als ik jou dezelfde vraag zou stellen? Zou ik zeggen, begin voordat je überhaupt het gesprek bent met de vraag te stellen... wie denk ik te zijn op deze wereld en wat wil ik zijn op deze wereld? En van daaruit het gesprek te voeren, daar begint het, denk ik. Anders blijft het voor mij allemaal gefreubel in de marge. Ja. Met weer een nieuw kabinet, dat weer en nog wat... prijsafspraak waar we ons niet in houden, enzovoort. En dat leidt dan misschien tot lange termijn denken? Ik denk, als je wezenlijk... je kunt je plek hier als het ware vindt... en, om weer met Heidegger te spreken... je betekenisvol in deze wereld aanwezig wilt zijn... dan gebeurt het vanzelf. Dan is die toekomst deel van jouw welzijn. Anders kun je niet wel zijn. Dus daar begint het voor mij. Dank jullie wel. Ik ga. Oké. Okay. We komen zo meteen bij jullie terug. Ja, want op de lange termijn worden natuurlijk toekomstige generaties opgezadeld met een grote ecologische schuld. Dus dat zijn alle dingen waar we ons inderdaad zorgen over maken. Maar als we ook naar de korte termijn kijken, speelt schuld een grote rol in de levens van veel jongeren. En ik wil jullie dus ook vragen om te luisteren even naar een intermezzo. En ik wil graag Mart Veldhuis naar voren vragen. En dit is misschien wel de belangrijkste introductie van de avond... want Mart is de man die het decor... Hallo, doet hij het? Maakt. Jeetje, wat veel mensen zeg. Zo. Mart, ik wil je graag de vloer geven om zelf uit te leggen waar we naar kijken. Dus... Ja, dit is mijn afstudeerproject, genaamd Eigen Schuld. Nou, heel toepasselijk. Het is mijn eigen schuld, maar het is ook letterlijk mijn eigen schuld. Ik ben eigenlijk begonnen... eigenlijk is de schuld begonnen voordat ik ging studeren eigenlijk. Ik was eigenlijk toen al bezig met mijn studieschuld. Ik was toen werkte in de horeca en ik wist niet of ik wel of niet wilde studeren... vanwege eigenlijk het sociale leenstelsel. Ik ben het even kwijt. Ik ben toch wel zenuwachtig.
Maar had je die... Je wilde misschien niet gaan studeren omdat je dus al schuld had opgebouwd. Nou, ik vond het dus sowieso al lastig om door te klappen of ik wilde gaan studeren vanwege het sociale leenstelsel. Nou, uiteindelijk heb ik dat toch gedaan. En de eerste jaar, tweede jaar... fijn aan het illustreren, fijn aan het studeren. Op een gegeven moment in het tweede jaar ben ik... Door water in mijn huis, eigenlijk al een beetje door malefiede pandjeseigenaar... ben ik mijn huis uit gegolfd eigenlijk. En uiteindelijk moest ik dus in een ander huis wonen wat weer meer geld kostte. En dus eigenlijk was ik toen al heel veel bezig met meer schuld opbouwen. En dus je bent constant bezig met die schuld. En op een gegeven moment, je steekt af en toe wel gewoon je kop in het zand. Hier heb je ook een mooie struisvogel die niet omkijkt naar die schuld. En hard werken natuurlijk op school. Daarnaast ben ik ook gewoon veel aan het werk. Dus je bent eigenlijk meerdere balletjes aan het ophouden de hele tijd. En op een gegeven moment, voor mijn voorlaatste jaar... dus in de zomer voordat ik ging afstuderen... toen dacht ik bij mezelf, dan ben ik straks bijna klaar. Dan heb ik een hoge studieschuld en dan kan ik straks een huis kopen. En dan, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Heb ik straks wel werk als kunstenaar? Verdien ik wel genoeg? En wat is het allemaal wel waard geweest? Want je bouwde die schuld op bij de HKU, toch? Dat moet misschien... Nou ja, bij Duo. Ja. toen op een gegeven moment dacht ik van... kan ik niet mijn afstudeer gebruiken om iets te maken wat de waarde heeft van mijn studieschuld eigenlijk? En eigenlijk voordat ik ging afstuderen was dat eigenlijk het idee-concept. Dus ik ben eigenlijk vanaf dat punt begonnen naar mijn vierde jaar in. En toen ben ik eigenlijk onderzoek gaan doen naar wat wil ik gaan maken, wat wil ik gaan doen. Nou, ik was sowieso al super geïnteresseerd in... textiel in tapijten. En ik heb daar wat meer onderzoek naar gedaan. En dan zal ik. Tapijten zijn. Heb ik onderzoek naar gedaan. Ben ik achtergekomen dat tapijten eigenlijk al eeuwenlang een medium zijn om sociale en politieke verhalen te vertellen. Zoals eigenlijk het eeuwenoude tapijt van Bayeux. Wat een oorlogsslagveld laat zien. Of de meer recentelijke Afghaanse oorlogstapijt. Wat de vrouwen die in Afghanistan zaten, die lieten eigenlijk het slagveld of beelden van die situatie zien. Dus dat doe ik dan eigenlijk met de periode van het leenstelsel en het leengeneratie. Tapijt is 4,7 meter breed, bij andere 1,50 meter hoog. En even kijken, dan ben ik het weer even kwijt. Waar was ik nou ook weer? Hoe hoog die was. Ja, hoe hoog was. En in ieder geval, ik begon in ieder geval te schetsen. Je begint met kleine dingetjes, zoals hier heb je bijvoorbeeld de duobrief. En ik vond het hier een interessant gegeven dat je een soort van wereld erin had en eruit. En hier zie je eigenlijk dat duo met een soort van lucifer... eigenlijk mijn toekomstige huis in de fik steekt. dus eigenlijk probeerde ik eigenlijk onderzoek te gaan naar doen naar hoe kom ik nou eigenlijk van mijn eigen schuld af en tegelijkertijd een beetje bewustwording te creëren over dat sociale leenstelsel. En je gaat op een gegeven moment gewoon heel veel schetsen bij elkaar. Dit is een beetje half autobiografisch / onderzoek gedaan naar mezelf of om me heen kijken. En uiteindelijk heb ik dus... ben ik afgestudeerd met dit ontwerp, met een crowdfunding. Want dit kostte natuurlijk ook nog best wel wat om te maken. Want ik wilde het per se als medium tapijt gebruiken. Dat wat ik net zei, omdat het over sociale en politieke problemen gaat. Dat heb je vaak in tapijten. En ik wilde dat het dus eigenlijk super groot werd. Dus 4,70 bij 1,50 hoog. Zodat het net zo groot en imposant is als mijn eigen studieschuld eigenlijk. en kijk, als ik allemaal hele kleine dingetjes had ontworpen of zo... dan had dat niet echt... Had dat niet gesymboliseerd hoe... Dat dekt de lading niet echt, vind ik. Dus hij moet ook in één keer verkocht worden. En ik doe bij deze ook even een oproep als iemand nog 45.000 euro heeft. Want 45.000 euro, is dat jouw eigen schuld opgebouwd met de kosten om het tapijt te maken? Dat is mijn schuld wat ik heb opgebouwd tijdens mijn studie. Ja. Van het sociale leenstelsel. Ja, en iemand in de zaal kan jou daar in één klap vanaf helpen?
Nou, ik hoorde... In een veiling werkte van... bij een bank, hè, zei je. Zei je voordat je hier... En merk jij, als je het tapijt laat zien... merk jij dan een verschil in de reacties tussen jongeren en ouderen? Ik heb ermee gestaan op de Dutch Design Week. Toen was hij echt net klaar op de dag zelf. Dus dat was ook nog eens een extra stressfactor bij. Maar toen was hij klaar op de dag zelf. Mocht ik hem daarvoor eens exposeren. En ik heb daar eigenlijk heel veel jongeren, maar ook net afgestudeerden... Ja, die het echt totaal begrepen en totaal voelden. Ik nodig jullie straks uit om meer dichterbij te bekijken... En zelf die symboliek even te kijken. Ik kan het nu allemaal wel gaan uitleggen, maar dan ben ik morgen nog bezig. Maar ik heb ook wel gesproken met wat oudere mensen... Die het er ook gewoon totaal niet mee eens waren. Ja. Eigenlijk zijn die gesprekken me wel, of tenminste bijgebleven, dat zijn wel die gesprekken waarvoor je het eigenlijk wel doet. Want bij die mensen probeer je iets meer een bewustwording te creëren over hoe studenten tegenwoordig studeren ervaren door middel van dat opbouwen van sociale leenstelsel, van die schuld. En ik ben wel eigenlijk in de tussentijd is het sociale leenstelsel afgeschaft. Dus eigenlijk is het een soort van... Monument. Ja, punt. Ja, het is nu een stukje uit de tijd eigenlijk. Het staat echt symbool voor die pech- en leengeneratie. Alleen ja, nu eigenlijk ben ik er nog steeds een beetje mee aan het strijden over de compensatieregeling. Want die is natuurlijk ook nog steeds ver te zoeken voor... Een beetje het omgekeerde oog van de storm, zeg maar. Ja, een beetje naar trap na eigenlijk meer. Ja. En denk je dat jij die schuld zou hebben gehad als er in beleid wat meer over de lange termijn ook werd nagedacht? Ik vind in ieder geval het... Hoe lang is het sociale leenstelsel? Hebben we 6, 7 jaar nu gehad? Te lang. Ja, nou, te lang. Ja, ik ben geen econoom of ik ben niet iemand die zulke structurele dingen in elkaar steekt. Ik ben meer iemand die iets aankaart en iets zelf heeft meegemaakt en dat aankaart. Dus ik vind het moeilijk te beantwoorden. Maar ik weet het niet eigenlijk. Ja. Maar je kon in ieder geval oudere mensen mee boos maken. Nou ja, ik kan hier... boos maken. Het is die oudere mensen die vertelden ook wel over hun verleden... en hun dat zij ook wel schulden opbouwen, et cetera. Alleen ja, wij hebben niet zo'n turbulente woningmarkt... zoals toen zij dat misschien hadden. En nog wat we net hadden over al die crisissen tegenwoordig. Ja, er zijn allemaal die balletjes die je ook moet hoog houden samen. Ja, dat leidt ook tot stress en burn-out klachten bij de studenten eigenlijk. Ja. En dat, dat zie je eigenlijk hier ook allemaal wel in terug. Die verschillende balletjes die studenten nu tegenwoordig moeten hoog houden. Ja. Dus dat probeerde ik hem uit te leggen. Ja, perfect. Dankjewel, Mart. Ja, alsjeblieft. Ja, en ik doe net als Mart dus ook een oproep om zo meteen na het gesprek even dicht langs het doek te lopen. Want voor mensen die inderdaad in die studieschuldtijd geleefd hebben, krijgen er een beetje buikpijn van. En voor de rest is het ook wel goed om dat even mee te maken. Mart, dank je wel voor je verhaal en natuurlijk voor je werk en dat het hier decor mag zijn. Zeer bedankt. En over het onderwerp van schuld wil ik graag nog even doorpraten met iemand die er echt verstand van heeft. En dat is Katelijne van Barneveld. Dus graag roep ik je naar voren en dan vraag ik jullie om daarvoor te applaudisseren. Ja, en dus... Een beetje water. Ja, zeker mag dat. En Katelijne, met jou kunnen we dus doorpraten over schuld. Maar ook specifiek welke rol schuld in ons rechtssysteem speelt. Want je bent advocaat met een specialisatie in het erfrecht. En naast jouw baan houd je je ook bezig als docent, onderzoeker, auteur, adviseur en bemiddelaar. En dat allemaal in relatie tot dat erfrecht. In ratio. Ja. Ik heb begrepen dat jij ook zelf kinderen hebt en die ook zelf een studieschuld hebben. Hoe heb je geluisterd naar Mart? Ja, ik vind het een geniaal idee, eerlijk gezegd. Het klopt, ik heb twee kinderen en die zijn... Ik hoorde hem net ook het woord pechgeneratie noemen. Lastig woord, maar... Nou ja, zonder al te veel over mijn privé te... Ik weet niet of ze me dat in dank afnemen. Maar ik heb inderdaad een zoon die
die is begonnen met studeren op het moment dat eigenlijk de coronacrisis intrad. Die begon meteen met een lening. En die heeft inmiddels eveneens, niet dit bedrag, maar toch komt aardig in de buurt, enorme lening opgebouwd. En daar zit hij echt wel mee. Daar heeft hij heel erg last van. Dus hij voelt ook dat het niet goed gaat met het klimaat, met de maatschappij, met de wereld. Hij voelt dat hij studeert, dus hij is een van de studerende generatie, dus de wat slimmere studenten. En hij denkt, ja, wij moeten het straks doen. Het tij moet gekeerd worden. Het gaat niet goed. En ik behoor tot die generatie die dat moet doen. Dus er hangt veel. Hij voelt dat als een last op zijn schouder. En daar heeft hij echt last van. En hij heeft de eerste jaren van zijn studie geen student gezien. Want hij doet een beetje een internationale studie, waardoor heel veel buitenlandse studenten. Digitaal. Alles gaat digitaal. Hij heeft geen collega, zeg maar, gezien. Geen medestudent, geen docent bijna. En hij is nu 3 jaar verder. Zoveel duizenden schuld. Ja. En er is geen reet aan. Sorry, excuus helemaal. Dus, ja. Ja, dat is echt niet leuk. Dat doet iets met je. Hè? Ja, dus hij voelt zich dus voor een deel verantwoordelijkheid om onderdeel te zijn van die oplossing van al die problemen die je opnoemt. Ja, en tegelijkertijd heeft hij die schuld in zijn maag. Ja. Dus, ja. En dan mogen we misschien dus stiekem wel van een pechgeneratie spreken. Maar. Nou ja, dat voelt wel behoorlijk als pech. Ja. Maar ik snap, weet je, er zijn ook weer andere kanten. Ik heb ook nog een dochter, die gaat gewoon studeren, die heeft een baantje. Die maakt zich daar wat minder druk over. Hoewel ze ook heel goed zich realiseert dat er wel van alles moet veranderen. En daar is ze ook heel erg bewust van. Ze zijn ook allebei vegetarisch bijvoorbeeld. Ze zijn echt wel bezig met de toekomst. En Katelijne, jij houdt je veel bezig met schuld. En ik vraag me ook af, wat is dan de impact van schuld op een persoon? Nou, ja, dan moet je eigenlijk misschien meer filosoof of psycholoog of wat dan ook zijn. Maar schuld doet natuurlijk heel erg iets met je. Het maakt dat je bijvoorbeeld daar heel erg mee bezig bent. Dus je krijgt een soort tunnelvisie. Je kunt eigenlijk alleen maar nadenken in termen van, kan ik betalen of niet? Je kunt niet echt meer genieten van dingen. Je raakt toch misschien wel depressief. Je komt in een soort stramien waar je niet echt vrolijk van wordt. En dat verandert alles wat je doet. Het kan je op je werk effect hebben, op je relatie. Je kunt op alle fronten kun je daarmee in de knoop komen, zeg maar. En dat levert ook weer mensen op die vaker ruzie maken, die meer conflicten aangaan. En alles wordt ongelukkiger, onrustiger. En misschien gaat het denken zelfs nog meer op de korte termijn zitten dus. Dat is dus wat het doet. Ja. Want je gaat alleen maar denken, vandaag heb ik geld om eten te kopen. Ja, ik kan eten kopen. Nou, dan. Je denkt echt niet meer aan morgen. En dat is tegenovergesteld van wat je wil bereiken. Ja, deze generatie dan nodig heeft. En dat is enorm lastig om dat te keren natuurlijk. En we hebben helaas wat schuld betreft op dit moment voorbeelden te over. Als we naar toeslagenouders denken op dit moment bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar erfrecht, dat wil dus zeggen dat de schuld die je, nou ja, de schuld of niet, die je een generatie overhevelt. Dus bij het erfrecht geloof ik dat je een individuele schuld ook kan weigeren, bijvoorbeeld. Nou, stel jij zit met een schuld. En je bent nog jong, maar als je wat ouder bent en je zit nog steeds met die schuld. Ik ga er even vanuit dat als je een studieschuld hebt. Nou, dat zijn behoorlijke bedragen. Die kunnen je ongelooflijk in de weg zitten. Dus nogmaals, geniaal idee, Mart. Maar op het moment dat je ermee blijft zitten, dan heb je dus je leven lang om daar iets mee te doen. Het heeft overal effect op je. Of je een hypotheek krijgt. Of je überhaupt een beetje van je leven kunt genieten. Of je kunt heel lang tegen de bierkaai opwerken qua werk. Maar als dat ondertussen die schuld maar met mate zit afnemen, word je daar niet vrolijk van. Dus het doet iets met je. En op het moment dat je doodgaat, want daar gaat natuurlijk erfrecht uiteindelijk over. Wat gebeurt er dan met die schuld? Als jij doodgaat, dan heb je bepaalde mensen, de erfgenamen, die dan in jouw rechten en plichten treden. Maar die erven dus eigenlijk alles. Dus niet alleen wat je hebt, letterlijk, maar ook jouw schuld. En je kunt natuurlijk zeggen, ik weiger die nalatenschap. Ik verwerp hem, heet dat. Dat kan, maar dan krijg je ook helemaal niks. En als het je moeder is, dan is het ook weer jammer, want dan krijg je ook niet die dingen die al jaren in de familie zaten. Daar heb je dan ook nergens recht op. Je kunt ook zeggen, nou, ik wil hem wel aanvaarden, die nalatenschap, maar alleen maar totdat het, zeg maar, onderaan de streep niet meer onder nul is. Ja. Dus zolang, zeg maar, alles opgeteld boven de streep iets is, wil ik het wel aanvaarden. Maar dan blijft die schuld, die blijft daarin zitten. Dus je hebt een huis van een ton, maar je hebt die schuld van 45.000, sorry Matt. Dan blijf je dus, daar zit je dus wel mee, die erf je. Maar je hebt in ieder geval wat over te zeggen.
Je hebt een soort van agentschap om te kiezen van neem ik die schuld op mij of ja, niet? Ja, maar je hebt in zoverre in ieder geval keuze dat je die schuld, die krijg je als je het aanvaardt en anders niet. Dus je kunt er niet echt omheen. Zo. En zij je verwerpt dus. We hadden het net bijvoorbeeld met Sarah erover, die zei het heel mooi. Die zei de toekomst wordt ook een soort van gekoloniseerd. Of als je het anders zegt, zou je kunnen zeggen de aarde van toekomstige generaties die gebruiken wij nu als een soort van ecologische stortplaats voor onze ideeën of onze problemen. Ja. We zadelen eigenlijk toekomstige generaties met een schuld op die zij niet kunnen weigeren. Nou, nee. Tenzij je een hele prettige regering treft die het schulden kunnen natuurlijk worden kwijtgescholden, noem maar wat. Kan dat ze ooit bedenken van we moeten hier wat mee. Ja. Want het heeft overal effect op je hele maatschappij. Als iedereen even ervan uitgaat dat al die studenten allemaal schuldenaren worden, dan verandert die maatschappij. En dan moet je daar misschien uiteindelijk ook als politiek wat mee. Maar zolang je politiek dat probleem niet ziet en in die politiek vooral de wat oudere generatie zit en daar helemaal heel anders in staan. Ja. Kijk naar de Brexit. Dat is voornamelijk gebeurd omdat vooral die oudere mensen dachten, we willen het helemaal niet bijhoren. Willen we helemaal niet. Weet je, zolang die mensen aan het roer staan, en natuurlijk iedereen kan stemmen, maar dat vergt nogal wat. Maar zolang die mensen aan het roer staan en dat probleem niet genoeg ondervinden. Ja. Weet je, wat je ook kunt zeggen, en dat is ook wel wat ik ook wel hoor. Allerlei generaties. Ik hoorde er net ook, volgens mij was het Marty dat zei. Alle generaties hebben wel ergens last van gehad. Mm-hmm. Wij hebben hier last van, zij hebben hier last. Dit is jullie probleem. Maar de naoorlogse generatie zat ook met een tering, zou je wel zeggen. Ja. Die weer moesten worden opgebouwd. Nooit meer honger. Hebben wij dat? Moeten wij dat? Ja, dat was ook een ramp natuurlijk. En die kunnen ook gedacht hebben, nou, lekker dan. Moeten wij dat allemaal gaan opbouwen? We hadden ook wel een ander leven in gedachten. Ja. Laat staan de generatie die in de oorlog zit. Maar je hebt zo allerlei generaties die overal wel, die allemaal wel ergens last van hebben gehad. Dus je kunt ook denken, nou, iedereen, dat is gewoon geschiedenis. Alleen iedereen maar per generatie. Eigen probleem. Maar, en, ja. En in het rechtssysteem is het nog niet mogelijk, geloof ik, om rechten toe te kennen aan ongeborenen. Mensen met een negatieve leeftijd. Nee, daar heb ik ook met Tabe over gehad. Dat is lastig. Nou, het programmaker van. I know, ja. Maar het is zo dat je. Kijk, je hebt bepaalde rechten, dat staat dan in de wet. Die leg je vast in de wet. En wie kunnen daar rechten aan ontlenen? Dat zijn de mensen die bestaan. Op het moment dat je bijvoorbeeld erft, maar je bent wel al in die buik. Dat kan, hè? Dat iemand overlijdt, maar dat je al in die buik zit, dan bestond je al op het moment van overlijden. En dus je bent een natuurlijk rechtspersoon op het moment dat je vanaf embryo af aan eigenlijk? Ja, moet je wel nog levend ter wereld komen. Oh ja. Hè? Maar op het moment dat je al bestond, op het moment van dat overlijden, ben jij bijvoorbeeld erfgenaam. Ja. Maar je kunt niet iemand iets nalaten of je kunt niet een recht doen gelden als je niet bestaat. Ja. Wat ik hoop dat. Kijk, wat je wel kunt doen om die toekomstige generatie naar het beter af te laten komen, dat is dat je nu de regels bijstelt op klimaat, op allerlei onderdelen, kun je dat natuurlijk proberen te doen. Maar ook daarvoor geldt dat je de politiek nodig hebt om dat door te krijgen. En je bent pessimistisch over dat het rechtssysteem een aandeel kan zijn en dat we op een gegeven moment op een manier rechten weten toe te kennen aan zij die nog geboren gaan worden. Ja, dan moet je de wet, denk ik, toch een beetje daarop aanpassen. En dat zie je niet snel gebeuren. Dat vind ik echt een lastige, ja. Ja. Goed. Katelijn, dank je wel. Graag gedaan. We hebben dus helaas moeten constateren dat het rechtssysteem niet uit gaan bieden. Maar we gaan dus zometeen kijken of er misschien elders toch mogelijkheden zijn. Ik ben de eerste die er iets aan zou willen doen als het wel kan. Nou, Katelijn kan gebeld worden. Ja, want zo gezegd gaan wij weer door in het gesprek aan met Peter Peltzer, Jitske Kramer en Koen de Vette. Ik stel ze zo graag aan u voor, maar dan kunt u alvast naar voren komen. Dus zoek een stoel uit. En met jullie wil ik het laatste deel van het gesprek dan kijken naar mogelijkheden om toch, om even in het schuldverhaal te blijven, om toch een deel van die schuld te gaan aflossen of misschien te kijken of er mogelijkheden zijn om die schuld kleiner te maken. En dat zouden we dus kunnen doen op verschillende manieren, door toekomstige generaties op een manier te betrekken bij besluitvorming. Nou, jullie doen het allemaal in jullie eigen expertise. Ik ga jullie ook even goed introduceren, want dan weet iedereen in de zaal ook wat er gaat gebeuren.
Peter Pelter, jij bent assistent sociale geografie en ruimtelijke ordening aan de Universiteit Utrecht. Schreef een essay, Verantwoordelijkheid voor de toekomst. Die heb ik digitaal gelezen, kan ik niet helaas in de lucht houden, maar dan weet je dat. En dat was een pleidooi voor het lange termijn denken in de planologie. En Jitske Kramer, je bent antropoloog en auteur, schreef meerdere boeken, waaronder Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid. Je reist de wereld rond om te onderzoeken hoe mensen in verschillende culturen samenleven en omgaan met conflicterende belangen. Dus fijn dat we jou erbij hebben. En Koen de Vette naast mij, hoofdauteur van het essay. Komt-ie? Terugpraten naar het heden. Het geven van een stem aan toekomstige generaties. Dat staat dus in dit boek. Jongeren en het zorgen voor hun... Nee. Voor hun morgen. En het zorgen voor hun morgen. Ja, precies. Dat deed jij in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het WRR. Ja. Goed. Dus jullie zijn in elk jullie vakgebied tijdrebellen, soort van. En ik vraag even aan Koen voor het eerst. Wanneer ben jij voor het eerst gaan nadenken over lange termijn denken? Lang geleden natuurlijk. Lang geleden. Ja. ik denk eigenlijk vanaf het moment dat ik 18 was, 17, dan ben je het schoolsysteem uit. Of dan heb je duidelijk een keuze van ga ik nu door of ga ik dat niet. Ga je studeren of niet bedoel? Ja. En wat ik toen al een heel... wat mijn studiekeuze motiveerde destijds was... Oh, het klimaat, dat is best wel... Klinkt niet heel prettig. Ja. Toen ben ik gaan denken daarover. Ja, studiekeuze is gevallen op... Milieuwetenschappen. Milieuwetenschappen. Destijds, dat was mijn bachelor. Kijk aan. Jitske, ik ben voor jou ook benieuwd. Wanneer ben jij voor het eerst in het lange termijn denken gaan denken? Ja, dat aan zich is nooit zo'n hele grote vraag voor mij geweest. Voor mij is het veel meer de vraag... Hoe vormen we samen een cultuur, een samenleving? En die waar, wat mij betreft, ik zeg wel woest aantrekkelijk en verrukkelijk eenvoudig. Dat lijkt me zo lekker. En dan woest aantrekkelijk voor alles en iedereen. En de vraag die voor mij daar heel erg onder ligt, is dan... Wie mag dat dan bepalen? Dus voor mij is het heel erg een machtsvraag. Okay. En daarmee gaat het ook over korte lange termijn. En zien we dat de impact die we nu hebben, dat die ook generaties na ons impact hebben. Ja. En de keuzes die we nu maken, ja, dat invloed heeft en dat wat wij nu vormgeven nog wel een tijdje blijft staan. En ik vind rondom schuld, wat ik interessant vind is dat als je bijvoorbeeld wilt sparen voor iets, dat is helemaal geen leuke activiteit. Nee, vind ik ook. Want je moet allemaal niks doen. Dus je moet verdienen en niks doen. Sparen is geen... dat is een beetje wat mijn probleem is met lange termijn moet je dingen... Ja, je moet heel veel niet doen. Ja, dus ik maak me heel erg zorgen over het narrative. Dus wat is het veranderverhaal wat we aantrekkelijk vinden? Ja, dus we gaan met jou praten ook over hoe we ons wel gaan inrichten in ieder geval. Dat zou me fantastisch lijken. Verrukkelijk en aantrekkelijk gaat het op een gegeven moment worden. Dankjewel. En Peter, als planoloog, ik zou denken, planologen die denken toch per definitie over de toekomst na. Maar jij bent een unieke planoloog. Ja, dat zouden ze dus moeten doen, hè? Want dat is planologie. Voor degene die het niet weet, komt uit de jaren 20. Is het gemunt eigenlijk als een soort vakgebied dat de stedenbouw en de sociologie zou combineren. Vanuit het idee dat als je ingrijpt in de ruimte, dan zijn die ingrepen er eigenlijk voor decennia. Als we een snelweg aanleggen of een kanaal of de afsluitdijk. Dat doen we niet voor een paar weken, maar daar hebben we nu nog ervaren we de gevolgen van. En toen vroeg ik me af, ja, waarom doen we daar eigenlijk zo weinig mee als planologie? Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En dan kwam ik een aantal hele gekke dingen tegen. Dat soort Alice in Wonderland, het werd alleen maar interessanter. Want ik doe veel onderzoek naar de toekomst van de stad bijvoorbeeld. En dan gaat het bijvoorbeeld over aardgasvrije wijken. Maar als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk een heel gek begrip. Want dan definieer je dus waar je naartoe wil gaan, de toekomst van die wijken, door eigenlijk te zeggen wat je niet wil, aardgas. Eigenlijk heel erg vreemd. En als dat nou één voorbeeld is, zou je kunnen zeggen, oké, maar je hebt ook de autoluwe binnenstad, je hebt een klimaatneutrale samenleving. Dus zo kwam ik er eigenlijk steeds meer, weet ik, dat konijnenhol van die lange termijn in. Ja, want ik vond het best wel een openbaring dat ik erachter kwam van een planoloog, dat jij vond dat in jouw eigen vakgebied dus eigenlijk niet heel veel wordt nagedacht op een hele lange termijn. En dat daar was jouw essay dus ook voor nodig. En wat zou jij precies aan jouw eigen vakgebied willen veranderen? Ja, nou, ik denk twee dingen. De eerste is inderdaad dat verleidelijke, verrukkelijke, alternatieve perspectief. Zal Koen zo nog wat over zeggen. Maar ik denk daarnaast dat we als planologen ook echt onder de motorkap moeten kijken.
En een voorbeeld is bijvoorbeeld maatschappelijke kostenbatenanalyse. Dat is een soort economisch instrument waar je kijkt als we infrastructuur gaan aanleggen. Wat betekent dat? En wat daarin gebeurt, dat heet disconteren. En wat je met disconteren doet, is eigenlijk je rekent dingen terug naar het nu. Disconteren? Maar, disconteren. En Roman Krasnarek, die in dat boek formuleert hij dat best wel mooi. Hij zegt eigenlijk dat is een weapon of intergenerational oppression disguised as rational economic methodology. Dus hij zegt eigenlijk, ja, we doen alsof het heel rationeel is. Dat dingen in de toekomst minder waard worden. Dat als ik in de trein zit in 2034... Zou je een voorbeeld kunnen geven? Misschien eerst wat disconteren dan precies... Ja, dus je rekent eigenlijk terug naar het nu. Dus het is met een voet. En je kunt dus zeggen, als je het geld niet aan die snelweg uit had gegeven, had je er ook op de bank rente voor kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Het is nu met die lage rentestand een beetje lastig. Maar dat is dus eigenlijk een maat die helpt om dingen uitgaven en baten in de toekomst, om die terug te rekenen naar het nu. En als ik het goed begrijp, is dus als ik ga disconteren, is op een gegeven moment iets wat heel ver voor me uit ligt. Daar gelden andere waarden voor en dat reken ik anders dan dingen die nu gelden. Exact. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat dingen die nu gebeuren belangrijker zijn of waardevoller zijn dan dingen in de toekomst. Ja, en dat kun je dus temporeel doen, maar dat kun je ook geografisch doen. En we vinden dingen aan de andere kant van de wereld ook minder belangrijk dan die dichtbij zijn. En hoe werkt dat dan in de ruimte als planoloog? Ja, nou, er is zo'n maatschappelijke kostenbatenanalyse is maar een voorbeeld. Maar je hebt nog allerlei andere instrumenten waar we eigenlijk heel weinig vanaf weten, maar waar eigenlijk allerlei assumpties over tijd in zitten ingebakken eigenlijk. En dat is wat we volgens mij als planologen veel meer moeten doen. Dus eigenlijk die motorkap omhoog trekken. En het is niet alleen planologie, ook allerlei andere vakgebieden. En kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? En die discussie ook veel explicieter maken. Geldt ook voor het 1,5-graden doel. Als je daar goed naar gaat kijken, dat leunt heel zwaar op negatieve emissies. Er komen technologieën in de toekomst die ons helpen CO2 uit de lucht te halen. Maar is dat wel zo? Is dat niet misschien een beetje techno-optimisme? Perfect. We gaan zo doorpraten hopelijk over hoe planologen eruit zien die een positieve definitie willen geven of iets willen creëren. Want het lijkt ook een beetje op wat jij net zei, Jitske. Ja, ik vind het wel mooi dat onder die motorkap en waar het eerder werd genoemd, wat is onze waarde? Weet je, waar komen we vandaan? En ik moet erg denken, Bruce Mao is een designer. En wat hij zei, dat raakte me, en daar moet ik weer aan denken, is... hij zei, parks are the curse of mankind. Parks? Parks. Hij zegt, doordat we parken hebben, denken we, nou, in dat park zorgen we een beetje voor de natuur en de rest is gewoon shitzooi, dat maakt niet uit. Hij zegt, we moeten parken opheffen. En ik zat dan met mijn dochter, ze is 20, zat ik over te praten. Oh, hij bedoelt dus eigenlijk te zeggen van, we gaan niet kijken hoe we de natuur in de stad krijgen, maar hoe we de stad in de natuur krijgen. En ik denk dat het daar de dochter ook begreep het meteen. Ja, meteen. En wat ik zo... En het ligt aan de opvoeding natuurlijk. Dat... Ja. Nee. Het is veel met iets in aanraking geweest. Nee, maar wat ik er zo mooi aan vind, is de... Echt de vraag, waar zijn wij van? Dus wat is de kernwaarde? Dus als ik in een zo'n heel spoedcursusje antropologie is, niets heeft betekenis van zichzelf. We moeten bepalen wat vinden we waardevol, wat vinden we waardeloos. En als we die waarde hebben, dan zetten we die centraal. Dan moeten we ons ook daarnaar gedragen, want anders staat het nergens op. Dan krijgen we normen die in het wetboek komen. Dus ja, dan moeten we wetten gaan herschrijven. We krijgen normen die gaan over groepsdruk. Dan moeten we laten voor... Nou, dat is toch gewoon hoe we de dingen moeten doen. En dan stolt het zich in de wereld om ons heen. Dan gaan we formulieren, gebouwen, wegen, alles. Dus als we een andere waarde centraal zetten, dus als we zeggen, oké, we nemen afscheid van het antropoceen, we gaan het leven life-centric. We gaan het leven van alles en iedereen centraal stellen. Dan moeten we ons er ook naar gedragen. Dus dan zou je de vraag ook moeten stellen, op wat voor reden zou je een dier doden? En is dat dan omdat je gewoon zin hebt in spek? Is dat voldoende? Of is dat eigenlijk dus de congruentie daarvan? Dus alles wat je vervolgens beslist in die samenleving, als je die waardes eenmaal... Zou congruent moeten zijn met dat verhaal. En overal waar die incongruentie is, voelen we spanning. Ja. En we hebben... Dus en dissonantie dat... dus. En dissonantie. En ik denk dat is best een grote vraag. Want als we... Het klinkt heel mooi op papier, hè? Dat je denkt, we zijn onderdeel van de natuur. Dus wat Matthijs... Ja, ik vind het fantastisch. Ik zou dat maar... Ja, maar als ik daar congruent altijd naar handel... Ja, dat wordt wel in. Dat vind ik best lastig. Dat loopt dan wel spaak. Ja. Goed, ik ga ook nog heel even naar Koen eerst. Koen, ja. Als we het hebben over methoden en instrumenten om de belangen van jongeren, maar ook dan met name ongeborenen te behartigen, dan weet jij wel een methode. Ja, daar wil ik heel graag over vertellen. Nou, perfect. Die methode die heb ik onderzocht, dus bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die heet Future Design.
Die is in Japan ontwikkeld, oorspronkelijk. En heeft specifiek de bedoeling om de belangen van toekomstige generaties in kaart te brengen. En eigenlijk het gesprek aan te gaan met huidige generaties. Dus je zoekt de toekomstige generaties op. Je plaatst ze in dezelfde ruimte met huidige generaties. En ik denk dat het zich het beste uitlegt als een burgerberaad. Daar, je confronteert twee groepen mensen. En de ene groep vertegenwoordigt dan de toekomstige generatie. De andere groep de huidige generatie. Die gaan met elkaar in gesprek over precies hetzelfde onderwerp. En daar zie je dan een verschil in visie of een verschil in hun beelden. Dus je vraagt één helft van een groep. Jij bent geboren in 2050. In 2060. Ja, 2060, oh. Dus dat is specifiek hoe je het getest hebt? Dat is specifiek hoe ik het heb getest. En de andere groep die is gewoon zichzelf geboren in het respectievelijke jaartal van... Ja, die spelen zichzelf in deze tijd, 2022. En wat zie je dan gebeuren? Nou, laat me eerst zeggen, je ziet allebei goede waarden behartigen. Zeg maar, beide denken op bepaalde vlakken heel erg scherp en heel erg goed. En waar de hedendaagse generatie goed over nadenkt, is oplossingsgericht. Zorgen dat de dingen die moeten gebeuren, dus het onderwerp ging over woningcrisis of ja, woningen, wat doen we ermee? Gaan we bouwen? Doen we dat? Huidige generaties die zochten op korte termijn heel snel heel goede oplossingen. En de andere generatie, de toekomstige generatie, die was heel erg toegespitst op een soort abstracter verhaal. Mm-hmm. Maar dat is dan niet raar of zo. Van, die gingen opeens vragen stellen als, ja, hoe willen we eigenlijk dat onze toekomst eruit ziet? Hoe gaan we dit plannen? Hoe gaan we dit zien? Hoe zien we steden voor ons? Want dat werd opeens geen vanzelfsprekendheid meer. Met name bij de auto bijvoorbeeld. Juist. Was gewoon weg. Dus we zagen eigenlijk die gegevens die we als gegeven beschouwen de hele tijd in onze omgeving. Mm-hmm. Die zagen ze een beetje wegvallen. En daardoor begonnen ze fundamentelere vragen te stellen. En leek het dan een beetje op wat bijvoorbeeld Peter, als hij toen vroeg ze opeens, wat voor wijken ze wel wilden misschien? Ja, eigenlijk werd het heel erg een soort optimistisch verhaal van, kijk, we hebben een blank sheet in een positieve zin. Niet dat we de toekomst als een voorbijgaande, gekoloniseerd iets beschouwen. Een outpost ergens ver weg. Maar een blank sheet om hele mooie initiatieven te creëren die echt het beste proberen te behartigen. Een mooie toekomst voor iedereen. Ja. En jij geeft dus advies aan beleidsmakers hierin. Ja. En heb je dit al mogen indienen? Het staat in deze bundel. Daarin is Future Design verder uitgewerkt in een essay. En het dient als inspiratiebundel. Dus het is wel formeel in ontvangst genomen door de minister van Binnenlandse Zaken. Dus die heeft formeel een inspiratiebundel in bestand. Ja. Heb je het gevoel dat politici van... Nou, de reden dat ik hier zit natuurlijk is, ik wil dat het vaak dat het meer naar buiten komt. Dat er meer mee gebeurt. Alle politici hier in de zaal, die moeten in ieder geval... Ja, zijn er politici in de zaal? Nou, leuk vraag. Hoor wat er gezegd wordt. Nou, misschien dat die een extra reden hebben om een handje naar beneden te halen. Maar dat is dus in ieder geval in het gebied van de beleidsmakers. We hebben in ieder geval iemand die aan de planoloog rammelt. En Jitske, jij rammelt ook een beetje in de corporate wereld, geloof ik. Ja, ik rammel op heel veel terreinen. Dat is ja. Fijn, ja. Ja, en nogmaals, voor mij, het is heel mooi. Dus heb je een toekomstbeeld. En als we daar naartoe willen, dan moeten we nu wat doen. En voor mij, dus vanuit Deep Democracy, dus een methode en manier van werken die gaat over... Wat bedoel je met Deep Democracy? Ja, Deep Democracy heeft verschillende vaders en moeders, maar is ooit gecoind door Arnold Mindell. Die zegt, the world is deep democratic. Met andere woorden, niets heeft betekenis van zichzelf. We zullen er samen betekenis aan moeten geven. En in de betekenisgeving, de sensemaking, is dus wat vinden we waardevol en wat niet. Maar dat betekent ook, hoe acteren we daarop? En daarmee voel je dat het altijd over macht gaat. En dan hebben we democratie, dan zeggen we, nou, de meerderheid wil het, dus dan vinden we het goed. Maar dat is een soort van terreur over de minderheid, want die wil nog steeds wat anders. Dus hoe luisteren we nou naar alle stemmen? Democratisch, maar dus ook de stemmen van de toekomst en ook de emoties en ook alles wat er is. En komen we tot een besluit
Wat dan, nou ja, in mijn woorden, voor iedereen woest aantrekkelijk is. Ja. En dat gaat altijd over macht. En dat is waar mijn antropologie... Macht om te bepalen wat waardevol is. Macht om te bepalen wat waardevol is, maar ook macht wie wat mag zeggen. Welke stem horen we? Zeggen we tegen een trainee, dat is hartstikke leuk, maar doe even 4 jaar meelopen, dan snap je waarom het zo is. Iets zoals bij de Bali, waar de stagiairs gewoon een programma maken. Bam. Zo. Ja. En jij gaat dus ook langs bij grote bedrijven, stel me dan voor. En wat zie jij dan gebeuren als je bijvoorbeeld dit gesprek aangaat? Ik zie heel veel wilskracht. Ik zie eigenlijk heel veel wil. Dus wat mij fascineert, en dat is een term die ik de laatste tijd veel gebruik, is dat ik kom op allerlei niveaus echt betrokken mensen tegen. Van bestuur tot individueel, super betrokken. Raden van bestuur, toezicht, graag. Maar als groep doen we zo achterlijk. Dus ik maak me zorgen over de groepsdomheid die we met elkaar hebben. En daar zie ik het verpulveren in eigenlijk individueel wel willen, maar op de een of andere manier dat niet voor elkaar krijgen. Ja. En als ik het nou iets concreter zou mogen maken. Dus stel, ik heet opeens Wiebe Draaier en ik zit aan het hoofd van de Rabobank en ik heb net de stikstofplannen gezien en ja, ik zie een soort van ontreddering bij de boeren en ik wil daar op die manier namens de Rabobank toch een soort van, ja, een beetje een corporate verhaal misschien over geven. Wat zou je dan bijvoorbeeld in een sessie met Wiebe kunnen doen dat hij er toch anders over gaat denken? Ja, weet je, volgens mij waar we naar moeten kijken is dat ook een Wiebe zit in een web van allemaal afhankelijkheden. Vanaf de buitenkant is het heel makkelijk te zeggen, maar dat betekent hoe gaat hij al die stemmen draaien en zijn eigen verhaal opnieuw vertellen? En wat is dan belangrijk en wat niet? En vinden de anderen dat ook? Dus je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen, ik las vandaag zo'n opiniestuk dat ze kunnen met één keer alle schulden kwijt en dan zijn we er doorheen. Maar zo was het maar zo simpel. Dat zijn allemaal wicked problems. En ik denk wel dat elke stap die we zetten en het anders doen dan dat we deden, dat gaat altijd gepaard met een schuiving in de macht. Op alle niveaus. Dus als we iets anders belangrijk gaan vinden en we gaan de wereld anders inrichten, dan hebben we meteen te maken met mensen, ja, maar dat kan niet, want zo zit de verzekeringswereld in elkaar of zo liggen de financiële stromingen. Dus een grote transitie, transformatie of cultuurverandering is ook altijd een verbouwing. Ja. En een verbouwing is een puinhoop. En dan zit je in wat antropologen noemen een liminaliteit of een tussentijd, het ondertussen. En in dat ondertussen staat alles wat we normaal vonden een beetje op losse schroeven. En dat betekent dat degenen die het oude normaal altijd met verf hebben verdedigd, die zitten best een beetje van, oké, maar hoe gaan we dat verhaal, dus waar we in geloven, waar we geld aan uitgeven, niet, hoe gaan we dat anders vormgeven? Dus ja. Ik zou zeggen, zet er ook stevig iemand naast om dat gesprek dus intergenerationeel, maar ook in het hier en nu goed te voeren, om nieuwe keuzes te maken. En dat gaat pijn doen, linksom of rechts. Dat kan niet anders. Een verbouwing duurt altijd langer dan we dachten. En is ook altijd duurder dan dat we... Er moet altijd iets opengebroken worden. En Peter, als ik jou een soort van dezelfde vraag zou stellen, als jij zo'n ruimtelijk probleem als een stikstofprobleem kijkt, wat kan jij dan als een lange termijn gericht planoloog daarover zeggen? Ik denk, het zijn eigenlijk twee dingen. Eén is, het is heel belangrijk om de absurditeit van het heden soms ook te laten zien. En dat aardgasvrij, dat zit er een beetje in. En het is ook makkelijker gezegd dan een alternatief te bedenken. Ik weet ook niet hoe je die wijken dan wel zou moeten noemen, want het is wel heel precies in wat we niet meer willen. En dat is voor beleid wel fijn, hè? Dat je niet een soort fusieconcept hebt waar je allemaal in kunt gooien wat je wil. Dus ik denk dat de absurditeit van het heden laten zien is één. En twee, en dat begint toch wat eerder al, is dat we ook in het onderwijs veel meer toekomstdenken of toekomstgeletterdheid gaan stimuleren. Dus we hebben wel een vak geschiedenis, we hebben een vak geografie, dus wat is het verleden, hoe zitten dingen ruimtelijk in elkaar, maar eigenlijk helemaal geen toekomstkunde. En ja, ik denk dat dat wel heel waardevol zou zijn in deze tijd, dat we ook voorbij het bestaande kunnen denken, want dat is ontzettend moeilijk. Want dat bijvoorbeeld de collega ruimtelijk vormgever Floris Alkemade, voormalig Rijksbouwmeester, die zei, het belangrijkste wat we nodig hebben is een grote toename in onze verbeeldingskracht. Zie je dat dan ook in die zin? Ja, kijk, dat klinkt heel goed. Hè? Dan zeg je, we hebben een crisis van de verbeelding. En iemand als Amitav Ghosh zegt dat ook. En niet alleen een crisis van de mensheid, maar een crisis van de verbeelding. We kunnen ons eigenlijk de natuur niet voorstellen. En dat is vaak ook de diagnose dat komt omdat fossiel zo met alles verweven is, dat we daar niet voorbij kunnen denken. Maar ook bijvoorbeeld zo'n wijk waar we wel in willen leven, dat kost dus ook een voorstellingsvermogen. Ja, en wat voor mij het grote dilemma is, eigenlijk wat in al mijn zoektochten steeds terugkomt,
is aan de ene kant, ja, we hebben zo'n soort collectieve visie nodig. Een soort nieuw verhaal van deze tijd. En zeker omdat, ja, weet je wel, de opwarming van de aarde wacht niet. Dus als we die klimaatactie niet heel snel doen, dan zitten we echt op een echt onomkeerbaar punt. En dat aan de ene kant. En wat je daar dan tegenover zou kunnen zetten, is dat, ja, verbeeldingskracht of voorstellingsvermogen ook als menselijke eigenschap. En dan is misschien een soort pluraliteit, dus een soort multivers aan verbeeldingen, is eigenlijk veel interessanter. Dat is voor kunstenaars ook interessanter. En volgens mij zit de zoektocht heel erg in die balans van wat is het collectieve verhaal waarmee we kunnen accelereren, omdat, ja, die opwarming van de aarde gaat nu zo rete snel. En tegelijkertijd, hoe kunnen we, ja, toch ook de democratie behouden door dat soort kind of futures councils-achtige benaderingen, zodat we niet met een soort future dictator komen, die ons misschien wel redt van de klimaatcrisis, maar dan de democratie naar de slagbank. Ja. Ik probeer dan te luisteren, ik noem het altijd mijn projectleider Richard, heb ik heel vaak voor in gedachten. Projectleider Richard. Oh ja. Die luistert naar, ja, denk, ja, tof. Hij zit ook in de zaal. Ik merk heel veel mensen met wie ik werk die zegt, maar dat is heel onzeker. Ik weet dat niet, dat duurt te lang, wat moet ik dan morgen doen? Dat bedoel ik met die welwillendheid. Ik denk dat voor die verbeeldingskracht en wat je zegt, dat er heel veel, we moeten daarin leren omgaan met onzekerheid en het gewoon even niet weten of zo. En als ik dat vertaal naar die antropologie, dan zou het wat mij betreft een goed verhaal zijn om te zeggen, we gaan nu een tijd in, een buitengewone tijd, bijvoorbeeld rondom de stikstof, dat moet stoppen. We weten bij God niet hoe dat moet. Een buitengewone tijd, een liminale tijd. En daarin is twee soorten leiderschap nodig. Een leiderschap die gaat over het gewone leven. Dat zijn de chiefs, dat zijn de burgemeesters, die zorgen dat dingen doorgaan. En in een liminale fase zie je over de hele wereld dat er ander soort leiderschap daarnaast nodig dat is. Dat zijn de visionaries. Dat zijn traditioneel gezien vaak de shamanen, de magiërs. Dat zijn de mensen van het buitengewone. En die dragen dus de ziel van de tribe. Ik heb met een voodoo-priester gesproken die zei, ja, we carry the soul of the tribe. En wij werken samen met de chiefs, want als die chief kan geen chief zijn als de spirit van de tribe niet in de chief zit. En als wij slechte dingen doen als voodoo-priester, dan sluit de chief de tempel. Ja. Dus we zijn volstrekt van elkaar afhankelijk. Ik denk dat die rol van die magier, de shamaan, de kunstenaar, verbeeldingskracht, de twijfel, het praten met de toekomst, met het verleden, die hebben we niet geallockeerd. Ja. En waar we die dan een beetje allokeren zijn bij trendwatchers. Want dat zijn onze orakels. En dan moet ik toch een beetje denken aan wat Matthijs eerder zei, is dat we hebben, we weten prima hoe we dus, nou ja, we weten niet prima hoe we een land moeten leiden, maar we hebben een soort van instituten opgebouwd en dat ziet er allemaal prima uit, maar we hebben wat onze geest, onze ziel is en wat de mens is, dat hebben we eigenlijk, die vragen stellen we al te lang niet. Ja. En dat is dus, ja, en de shamanenrol is weggevallen. Ja, en die zit in allerlei dingen, maar die zit in de corporates, maar ook in onze samenleving. Die mist de magie, de rol van de magie, en daar ruimte voor krijgen en nemen. En wat is dat dan, dat verhaal? En wie mag daar aan zitten? En ja, de kunsten zijn daar heel hard op nodig. Omdat dat brengt een nieuw geluid, een nieuwe manier. Challenge die obvious, maar die kan je ook niet één op één vertalen. Dus die twee hebben elkaar heel hard nodig. Ja. En ik denk dat daar de crux zit, dat de hoeders van de huidige macht, zou je kunnen zeggen, de huidige ordening, die ook gewoon door moet gaan. Want als dat opeens allemaal stopt, dan kunnen we ook geen auto meer rijden. Weet je? Dus we moeten op een bepaalde manier doorgaan. En tegelijkertijd die hoeders van dat buitengewone, ja, dus die samen. Zij moeten ruimte zien te geven om dat buitengewone, of noem het de geest- en zielonderzoekers, die moeten er ook, ja, ruimte krijgen moeten om ook mee te praten. Met elkaar. Perfect. Koen? Of nee? Ja, Koen. Als ik bijvoorbeeld jou ook een beetje een iets te praktische vraag stel, maar bijvoorbeeld hoe onze minister Jette op dit moment afweging moet maken tussen toch weer het openen van de kolencentrale om daarmee onze geopolitieke situatie te verbeteren, te zorgen dat die arme mensen in Oekraïne niet meer ons de agressor zien steunen, en anderzijds natuurlijk de enorme verantwoordelijkheid voelen om die klimaatproblemen te versnellen. Wat is dan, nadat jij dit onderzoek hebt gedaan, wat zou bijvoorbeeld zo'n burgerberaad met toekomststem, hoe zou dat kunnen helpen? Nou, dat is inderdaad een erg concrete vraag. ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta, kan ik zeggen.
Een burgerberaad is een van de vele initiatieven die je zou kunnen proberen in een soort fase van niet weten. Van een soort van, we zitten in een soort van paniekstand. We willen echt wel het roer om, maar wat doe je dan? En er zijn allerlei initiatieven. En het burgerberaad of Future Design is daar één, ik denk, best wel goede in. Ja. Dus wat je dan doet, eigenlijk zet je deze zaak, zoals je het net verwoordde, deze problematiek, die schuif je door naar die hele groep. Je zegt tegen de huidige generaties, Rob Jetten zit met dit probleem. Maar je zegt ook tegen de toekomstige generaties, Rob Jetten zit met dit probleem. Hoe denken jullie precies hierover iets mee te doen? En wat ik dus nog niet heb kunnen vertellen zojuist, was in de sessies die je ziet bij Future Design, is er eerst een scheiding tussen die twee generaties. Dus die gaan met elkaar, die gaan apart in beraad. Vervolgens wordt hen verteld, leuk dat jullie al die dingen hebben bedacht, maar nu moeten jullie samen. Ja. Nu moeten jullie samen iets vinden. Dus uiteindelijk is het de taak om aan beide groepen te zeggen, Rob Jetten heeft dit probleem en wat zien jullie samen als oplossing? En dat is een breed gedragen oplossing. Is dat volgens jou dan ook rechtvaardiger? Om het bijvoorbeeld aan die toekomstige generaties ook te vragen? Nou, als besluiten worden genomen over de toekomst die voorbij het nu gaan, voorbij 2030, voorbij 2050, misschien voorbij 2100, dan ja. Gaat immers absoluut. Over die nog eeuwen in die atmosfeer blijven hangen. Het nageslacht voelt nog lange tijd na wat de gevolgen zijn van het handelen van de voorouders. Ja. Net zoals eigenlijk de goede voorouder, zoals Roman Krznarik altijd zegt. Ja, moeilijke naam. Hè? Ja, moeilijke naam. Kom er niet. Hebben we er nog niet aan gewaagd? Ga ik ook misschien. Nee, had ik ook niet moeten doen. In ieder geval, zijn boodschap is ook zoiets. Ja. Zijn we goede voorouders? En laten we die vraag goed stellen. Ja, dat is volgens hem echt. Dus dat moet de centrale vraag zijn, geloof ik. Bij alles wat we doen, zijn we een goede voorouder. Ja, en dat hoeft niet te betekenen dat we nu geen leuk leven kunnen leiden. Het betekent alleen, denk erover na. Want dat mag. En dat moet eigenlijk ook. Ja. Dus eigenlijk moeten we zo meteen deze helft van de zaal vragen om over Rob Jetten's probleem, allemaal ons probleem, na te denken. Alsof ze geboren zijn in 2060. En jullie moeten er gewoon keihard over nadenken. En dan aan de bar kunnen we zo meteen. Ja, mooi nabespreken hoe dat ook opstellen voor Rob Jetten. Ik dank u allen, al die 8 sprekers die hier vanavond waren. En ik dank u allen voor het luisteren. En dan gaan we nu naar die ene plek die ik eerder beschreef. En wat ontzettend goed georganiseerd. Ja. Want dit was een programma dus van de Bali Academie. De stagiairs hier en de namen van de stagiairs luiden: Tabe Bakker, Tim Dedel, Janna Schwab en Margot Beeklaar. Mijn naam is Kees Foukema en dank u wel.